Verreweg het meest bekeken filmpje bij ons op de Dumpert tijdens de kerstperiode was dat van Lau en Tini, die lekker knus de kerstboom aan het optuigen waren. En dan hebben we een dingetje los te zitten en dan schat je eruit. Dan moet je niet zo toe denken om uit te keren. Nee, dan moet je schot allemaal goed voor en allemaal goed doen. Wat doe je dan? Ik doe toch niks? Ach, nee, dat begrijp ik dat je niks doet. Ze wonen hier in deze Rotterdamse straat. Nou heb ik Lau net even gebeld of een keertje langs mocht te komen. Er komt vandaag nogal veel media en die aarsgieren die nemen nooit wat mee. Maar voor een bloemetje voor zijn vrouw en een lekker biertje waren we van harte welkom. Goedemiddag. Hallo Rutger, dat is wel heel leuk dat je er bent. Dat je er al zo vroeg bent. Goed hè? Nou, kijk eens wat ik allemaal meegenomen eigenlijk voor Lau en Tini. Nou, dat is hartstikke leuk. Ze zitten binnen. Wie bent u eigenlijk? Ik ben zijn dochter, Jolanda. Ik ben zijn oudste dochter. Mogen we even naar binnen komen? Ja, natuurlijk, het is nogal zwaar dit. Ja, kom binnen. Oh, daar zal hij heel blij mee zijn. Vaak kijk eens wat ik mee heb gebracht. Rutger. Ja, naast de gulden. Jij, een lekkere. Zo, een lekker joegeltje, joh. Zet hem lekker. Even. God, ben ik mijn jongen. Dat vind ik uit de kut. En een bloemetje voor mijn wijf. Bloemetje voor je wijf? Zo, dat is niet te filmen, zeg. Jezus, ben ik even blij. Nee, blijf eens af. Oh, blijf eens af. Die ga ik dus aan je vrouw geven straks. Oh, dat is fijn. Kijk, deze zijn voor jou, want ik mocht bij jou alleen binnenkomen als ik wat meenam. Dus, kijk eens even. Nou, dat is... Hé, kijk, mag je even mee doen, hoor. Hey. Jezus, leer, die ga ik dadelijk in deze lurken. Kijk, kleur, leer, we gaan lekker zuipen dadelijk, zeg. Nee, en wat denk je van mijn potje van de vreterij staat ook al. Oh, heerlijk. Hey, dat ziet er dan weer een stuk minder lekker uit, dat stukje vreterij van jou. Dat pokkenwijf van je zeker gemaakt. Nee, dat is gewoon eens een sigaartje aanmaken. Plegers op. Nou, proost, Lau, dan ga ik... Tot dan, jongen. Cheers. Ja. Tini, ik heb voor jou ook wat meegenomen. Nou, vind ik heel erg mooi. Want jij hebt het ook niet al te makkelijk, hè, nee. Hebben wij gezien. Nee. Nou, kijk eens alsjeblieft, zullen we zoenen? Ja. Ja, hallo. Hé, moet je eens kijken, joh. Ze is een vreemde vent, zoekt ze en ik niet. Vind je het gek, Lau? Gek, ik weet het niet, ik zeg. Maar ja, mij zoekt ze niet. Ze durven ook niet bij me te leggen ook. Oh, nee? Nee, echt niet. Jullie slapen niet bij elkaar? Nee, ik ken niet. Ik ken niet, hij is zo geil, nou. Dat is niet meer de bestrijden. Wat is dit nou weer? Wat, jij zegt, je zegt, God, we gaan deze wel vasthouden. En dan ging je te janken. Hij is niet te filmen. Dan gaat ze ineens even te lullen van, ik ben helemaal niks. En scheldt hij dan zo ook tijdens de seks? Of, ja, zeker weten. Ja. Jij moet dan van alles waarschijnlijk en heel snel? Ja, zeker wel. Een bok op tafelkist. Ja. Ik spring erop gelijk eraf. Hey, ja, dat is het mooiste juist. Ik zeg, dat doe je zich geen pijn ook. En dat is gewoon zo. Nou, hebben we dat filmpje van jullie gezien bij ons op de Dumpert? Hebben jullie het zelf ook teruggezien? Nee. Want ik heb geen weet het nou? Internet. Internet heb ik niet, nee. Want waar stond die kerstboom hiernaast? Hier. In de hoek. Nou, en hier is het allemaal gebeurd. Dat filter af. Hier had ik ook zo'n prachtig mooi iets, hè. Daar ook, hè. De schilderijtje rotte eraf. En dat filter af. Daar rent je ook weer. En jij moet eens oude tering hoeren. Nee, dat is godverdomme zo. Ja, nee, dat is zo. Je moet je klauwen afblijven, jij. Volgens mij moet ik er even tussen gaan zitten, want anders krijgen we echt de grootste bonje. Tini, schuiven ze even op, zo. Zo. Eventjes geen ruzie maken nou. Geen ruzie maken nu. Nee, vind ik ook. Er is hetzelfde met dat wijfje. Je moet ze gewoon van elkaar afhouden, want het schiet niet op. Want ik word helemaal zenuwachtig en dan ga ik wel doen. Was dat nou een normale gang van zaken, wat wij zagen in dat filmpje hier? Nou, gaat het altijd zo? Nou, het is ja, meestal wel. Ja, nou zeker wel. Ik was helemaal overspannen. Hij kan zijn mond ook niet houden, hè? Nee, dat is net zo lula. Oh, ja, net zo lula. Je bent gewoon van mezelf zo lula. Hey, je moet op de baan gaan zitten. Ja. Hey. Ja. Sorry, dat ging. Ja, nee. U bent de dochter van... Ja, klopt. Dit? Van dit, ja. Onmogelijk, hè. Maar het is al voor mij 43 jaar. Ik ben niet anders gewend. Hij is een doodgoeie vent. Alleen hij kan aardig goed vloeken. Maar dat is meestal door de stress. Over het algemeen is hij wel redelijk rustig. Nou ja, rustig. Maar je hebt hem gehoord. Je hebt hem gehoord. Maar geeft u hem nooit op zijn kop? Dat u zegt, nou, pa, nou kan... Ja, want dat hij even zijn melding moet houden. Dan zeg ik, pa, even rustig, even ademhalen, denk aan je hart. En dan krijgt de pestbrokken, zegt hij dan. Dan moet je de godverdomme niet mee eens mijn huis. Dan zeg ik, rustig aan, ademhalen, tellen tot 10. Ja, tel tot 10. Ik zeg, dat ken ik niet. Ik heb er maar 9. 9 vingers? Ja, dat zie je toch? Er is er één weg, hè? Ja, nou, dat bedoel ik juist 9. Ik wil ook nog maar 10 tellen. Hoe komt dat? Ja, ongeluk. Tussen de pijp van wie je ton.
Nou, dat zal een scheldkanonade geweest zijn. Nou, inderdaad. Heeft u in die 46 jaar, u bent nu net 46 jaar getrouwd, nog nooit gehad van, nu ga ik echt weg. Ja, die trek ik niet. Zeker weten wel, ja. Hoe vaak ongeveer? Nou, 10 keer, denk ik. Ja. Maar nooit gedaan? Nee, tuurlijk niet. We houden toch van elkaar. Oh ja, jullie houden wel van elkaar? Ja, tuurlijk. Je zou het zo toch niet zo 1, 2, 3 zeggen? Nou, dat legt erom. Dat legt erom, ja. Heb jij ook alweer zin in de volgende kerst? Oh, jawel. Jawel, als ik het beleef wel natuurlijk. Gewoon weer even een boompje opzetten? Ja, heb ik altijd. Ik doe niet een boompje. Ga je wel een boompje? Ja, dat is zo mooi. Dat doe ik wel iedere keer. Niet je eigen boompje, hè? Nou, dat hadden we altijd. Ik ken wel. Maar ja, dan heb ik een verjaardagje. Ja, verjaardag? Ja, dan heb ik een verjaardagje. Je zegt hartstikke nee. Ik zeg, als hij staat, dan komt hij bij, zeg ik dan. Helemaal geen punt. Ik vind het een mooi einde van deze chaotische bijeenkomst. Bedankt. Ja, en je ook, hè? Hartstikke fijn. En tot ziens, denk ik. Krijgt de tering, hè? Ja, op zondag weer de teringzondag. Met je langharige teringtekkel. Ja.